Tony Hawk's Pro Skater 5 is de terugkeer van de franchise die enkele jaren in de koelkast is gezet. Op de E3 maakte ik er voor het eerst kennis mee en hier op de Gamescom heb ik hem echt heel uitgebreid kunnen spelen. Langer nog dan op de E3. En ja, die hands-on die beviel me eigenlijk bijzonder goed. Punten waar ik toch nog een beetje kritisch over was, waaronder de visuele stijl. Dat is eigenlijk met deze demo build voor de Gamescom, die veel dichter bij het eindproduct ligt, dat is er allemaal uitgehaald. Dus het ziet er veel strakker uit. En ook die gameplay is verder verfijnd. Nou ja, goed, die gameplay is verfijnd in zekere zin, maar aan de andere kant ook best wel herkenbaar. Want het ligt heel erg dichtbaar bij de kern van de oorspronkelijke Tony Hawk's games. Dus dat wil zeggen dat iedereen die games destijds gespeeld heeft, nu ook zo die game weer op kan pakken. En ook ik had dat. Ik moet even 30 seconden even inkomen, dat eventjes een beetje de feeling leren kennen, een beetje doorkrijgen. En nadien was het gewoon op, gaan met die banaan, ging als een zonnetje. Belangrijke toevoeging daarbij is dat op het moment dat je gaat vallen of wat dan ook, dat je gewoon altijd op driehoekje kan drukken, waardoor de skater in de lucht kan balanceren. Dat is allesbehalve realistisch, maar dat maakt net die flow voor de combo's en ja, het speelplezier maakt dat net even wat beter. Een ander belangrijk punt wat nu ook terugkeert in dit deel en veel grootschaliger is de multiplayer. Want het ding is namelijk, als jij online gaat, heb je gewoon een lobby waar je gewoon vrij kan rondskaten. Je kan gewoon lekker je ding doen. En als jij zegt, joh, ik wil graag een missie doen, dan druk je gewoon op een missiemenu en boom, de missie wordt automatisch gestart. Eventueel samen met andere spelers, mochten die in de buurt zijn. Dus je kan ook een co-op sessie starten, wat je maar wil. Dus die opzet, ja, het werkt op zich best wel goed. Met name omdat het gewoon een seamless wereld is. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat het gewoon één soepel verloop is waar je gewoon lekker in los kan gaan. En dat, ja, tezamen met de co-op mogelijkheden, ja, dat wordt natuurlijk dikke lol als je met heel veel vrienden gaat spelen. Verder heb ik nog even bij de developer aan zijn mouw getrokken over hoe het nou precies zat met de levels. In totaal zijn er 9 levels aanwezig. En van 2 van die 9 levels, dat zijn dus eigenlijk combinaties van eerdere oudere levels. Dus daar zie je element van warehouse, van school en dergelijke zie je erin terugkomen. Maar niet gevreesd, 7 levels zijn gewoon volledig nieuw. En in de toekomst zal de ontwikkelaar Activision zullen ze ook meer levels gaan uitbrengen. Plus het feit dat je gewoon in de map creator gewoon volledig je eigen levels kan creëren. En waarbij je nu normaal de mogelijkheid had om wel te maken en dan pas als het klaar is even goed te gaan skaten. Kun je nu gewoon drop in, drop out, gelijk je nieuwe instellingen even checken. Kijken of die rems goed staan, of die rail goed staat. En dat maakt het allemaal net wat vloeiender, maakt het allemaal net wat vlotter. En dat maakt het ook veel meer toegankelijk voor iedereen om het te gaan spelen. Dus ja, nee, ten opzichte van de E3 ben ik nog positiever gestemd over Tony Hawk's Pro Skater 5. En ja, dit voelt goed. Dit gaat de terugkeer zijn van de franchise waar we al heel erg lang op wachten.